erg vervelend dit jaar. Ja, ik zwem niet, dus ik heb er niet zoveel last van natuurlijk. Ik hou er rekening mee. Ja. Hallo, ik ben hier vandaag voor Voorneputten spreekt op het prachtige Zuidland. Zoals u misschien weet is blauwe alg hier momenteel erg actueel. En ik ben benieuwd, hoe ervaren de bewoners het en ervaren ze hier heel veel problemen mee? Ik ben geboren Zuidlander en ik kom veel in de Benesse, het recreatiegebied. En daar kom je de algen tegen, hè? De blauwe algen. En dat is het ergste nog niet. Ja, het is wel erg natuurlijk. Maar er komen ontzettend veel zwanen, ontzettend veel ganzen en eenden. En die poepen wel eens. Hè? En dat is nog erger, vind ik, dan de algen. Ja, ik heb vroeger wel een hond gehad, maar nu niet meer. Dus. Maar ik wandel wel in de Benisse. Dus dat wel. Het is natuurlijk wel hartstikke jammer dat er blauwe alg is natuurlijk en zo. Voor een hoop mensen. Mijn dochter zwemt er ook in, dus ik kan ook niet op zwemmen op het ogenblik. Dus ja, dat is zo. Dat is zeker zo. Nou, volgens mij kunnen we er nu bang aan doen om meer doorstroming van het water. Maar ja, dat is niet zo, denk ik, op het ogenblik. Nou, voor de hond slecht. Ja. Dus het is niet leuk. Maar wij komen uit Spijkenisse. Dus ja, je bent hier bekend. We moeten toch lopen. Ik moet lopen. Zij vindt de hond vindt het leuk. Vindt het prachtig. Dus ja, en hier mogen ze, ja, hij mag niet los. Dat is jammer. Want hij... Maar het zit hier... En soms denk ik wel eens dat de gemeente er helemaal niks aan doet. Ja, de gemeente stuurt naar het waterschap en het waterschap stuurt hij naar het recreatiegebied voor een putten. En ik zie af en toe wel toezichthouders, maar veel te weinig. Veel te weinig. Als het doorgaat, gaat het niet goed, want elke jaar komen er honderden van die beesten bij. En het is gewoon een verloren seizoen. Momenteel niet, want ze gaat het water niet in. Dus dat, ik hou er rekening mee. Ja, maar je hebt thuis strandjes en dat is wel heel erg. En bij het Haringvliet. Dus meer heb ik niet te zeggen. Het ziet er wel vrij schoon uit. Dus sorry. Ja. Nu echt die blauwe alg is bij het spui, weet ik niet. Dat is ja. Nou ja, wel een beetje, want ze zwemt graag. Dus ik moet nou wel beter opletten dat ze niet het zomaar het water inspringt. Heerlijk beest. Nee, we letten wel op hoor. We lezen de kranten, want we oude boek, dan moet je wegblijven. Ja. Nou goed, het is niet anders. Eén kant hebben we mooi weer, maar, en de nadelen is blauw al. Ja. Dat is jammer. Het is gewoon een verloren zwemseizoen. Het is denk ik nou 6 of 7 keer is het geweest. Het is zo gek, de ene week is het goed. En de andere week is het niks. Maar dan zie je ook gemeens hoor. Want ik heb zelf ook een website, Zuidland Ons Dorp. En daar zet ik dan die foto's op. En heel voor een put die kijkt dan. Die staat natuurlijk ook in de krant, natuurlijk in het AD en alles. En ik stuur wel eens naar de gemeente. Maar er moet wat aan gebeuren. Want anders komt er geen mens meer. Gewoon kijken waar we heen gaan, zeg hier dan met stroming. En gewoon kijken van wat voor water is het. Hoe schoon is het water? Je moet geen risico lopen. Wat? Ja, ik woon hier niet. Pas op, hond. Ik woon hier niet altijd. Ik ben op bezoek bij mijn ouders eigenlijk. Maar inderdaad, we gaan nu om haar uit te laten, ga ik alleen maar hierheen specifiek. Terwijl eigenlijk in de Bernis heb je veel meer ruimte verder. Dus dat is wel zonde. Maar verder hebben we er niet heel veel last van. Dus ik hoop dat de gemeente en de mensen die daar verantwoordelijk voor binnen, dan die er toch echt wat aan gaan doen. Want nu ook heel die baai ligt vol met, ze zeggen wel dat het geen blauwe alg is, maar het ligt helemaal vol met algen. En dadelijk is het zo erg, dan kan de fluisterboot er ook niet meer door. Maar er moet wat aan gedaan worden. In de Benisse zijn mensen die naar de honden gaan. Ja, die willen hun hondje wel leren zwemmen.